In deze serie, Het Begin, neem ik jou als kijker mee in mijn zoektocht naar het leren spreken. Samen zullen we gaan kijken wat spreken is en hoe dat moet. Dit doe ik aan de hand van studies en boeken. Hierin zal ik delen wat mij aanspreekt en wat mij bezighoudt. Geloofwaardig spreken, een boek van Paulien Vervoren. Samen met jullie zal ik gaan kijken wat ik leer uit het boek. Dit boek is gericht op sprekers die op zoek zijn naar de juiste techniek. De schrijfster wil ons meenemen aan de hand van voorbeelden en praktische lessen om tot een geloofwaardige manier van spreken te komen. Meer informatie over de schrijfster en haar bediening, of misschien wil je het boek ook bestellen, klik dan op de link onderaan deze video. Dit boek behandelt in 7 delen het beter leren spreken. En deel 7 is overigens een digitale aanvulling en gaat over spreken in een online of digitale dienst. Is met name er ook gekomen vanwege de periode waarin we nu zitten met een pandemie, een ziekte die ervoor zorgt dat we allemaal vanuit huis onze kerk moeten volgen. Goed, ik behandel in deze video het eerste deel van het boek. Het boek gaat in op de vraag wat jouw ambitie is. Wie wil jij zijn? Waarom wil je spreken? Ben je geroepen? Ben je hiervoor gemaakt? Er wordt gerefereerd bijvoorbeeld aan Mozes, die zegt: ik moet zwijgen, ik kan hem niet spreken, maar God roept hem toch. Kernbegrippen voor elke spreker zijn vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dus waarom wil je spreken? Wat is jouw motivatie? Waarom wil je dit doen? Misschien omdat God jou hiervoor waardig gevonden heeft, omdat je wilt meebouwen aan het koninkrijk. Paulus heeft de basis gelegd van de kerk en wij mogen hierop voortbouwen. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Door te spreken kun je mensen ook echt raken. Je kan mensen echt iets meegeven door te spreken. Goed, dan gaat het boek in op hoe kom je aan inspiratie, hoe kom je aan een thema, aan een woord. Of het begin bijvoorbeeld is een tekstgedeelte, maar het kan ook thematisch zijn of actualiteit van dat moment in jouw regio, in de regio van de kerk waar je spreekt. Het thema kan ook zijn bijvoorbeeld een doopdienst of omdat er een avondmaal is. Het boek raadt aan de tijd te nemen om een onderwerp te bestuderen. Dus neem daar ruim de tijd in. Het boek zegt: overbid het, overdenk het. Het boek geeft ook praktische tips om tekstgedeelten en onderwerpen die al aanspreken, maar die je nu niet nodig hebt voor je preek, maar die je tegenkomt, om ze wel op te schrijven en ze te bewaren voor misschien een andere keer. Het verdiepen in je hoorder is ook belangrijk. De vraag is dan: wat is de setting? Hoe groot is de groep? Wat is de leeftijd van de mensen waarvoor je spreekt? Is er een bepaald jaarthema in bijvoorbeeld de kerk waarin je spreekt? Het is belangrijk om hierover na te denken. Ga in gesprek met je hoorders ter voorbereiding, zodat je weet wat er speelt en wat de gedachten zijn in bijvoorbeeld die kerk. Hoe denkt men? Vervolgens lezen we in hoofdstuk 5 interessante informatie over credibility en likability. Het eerste is de vraag of je als spreker ook echt de kennis of ervaring hebt waar je over spreekt. En de tweede gaat erover of mensen jou vriendelijk en prettig vinden overkomen in jouw manier van spreken. Een tip die het boek hier geeft is: wees vooral jezelf, maar let wel op je houding en probeer erbij een vriendelijke uitstraling te hebben. Wat betreft de likability dus. En over credibility: zorg voor een zorgvuldige voorbereiding. Wees ook niet bang om gewoon nee te zeggen op een thema waar je helemaal niks mee kunt of waar je totaal geen ervaring in hebt. Goed, dat is in het
In het kort wat deel 1 mij heeft geprobeerd te leren, of wat ik daar zeg maar uitpik. Ik hoop ook dat het voor jou misschien interessant is om dit zo te horen. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.